Koken is daar nou net niet één van. Ik ben gelukkig getrouwd met iemand die dat wel heel goed kan en het ook echt leuk vindt om te doen. Dus ik kook eigenlijk niet heel erg vaak. Maar ik denk soms, ik moet mijn kinderen toch wat bijbrengen op dit gebied. En een beetje zelfstandigheid is natuurlijk nooit weg. Dus voor het geval zo een keer op kamers zouden gaan. Dus zijn we vandaag eieren aan het bakken. Dat is namelijk een van de dingen waarvan ik denk, nou, die laat zelfs ik niet mislukken. Dus en vandaag een kooklesje met kleuters. Oké. Papa, even deze erop. Kasper, die doet het nog niet. Mama, kijk wat Kasper doet. We gaan eieren bakken. Ja, kijk wat Kasper doet. Kat. Zeker weten eieren. En ondertussen... Ondertussen is mijn dochter duidelijk de opvolger van Gordon Ramsay. En ik zie haar laatst wel bij zo'n kookprogramma. Zo'n... Kok come to the rescue en zet iedereen in de houding programma. Zou ze wel goed in zijn, denk ik. Oké, doe maar olie in de pan. Let op, Kat. Dit moet je later zelf kunnen, als je jezelf woont. Je vrouw het niet voor je doen. Nu de eieren. Of wel, als je geluk hebt. Ik ben een eierenkapper. Ja, goeie. De rand slaan en dan de vulling in de pan gooien. Kan je dat? Moet je vinger branden. De rand slaan. Alles onder controle? Ja. Oké, dan. Ik heb echt goed gedaan. Hier, Kas! Nou, ik moet zeggen dat mijn kinderen over heel wat meer kooktalent blijken te beschikken dan ik. De eitjes. Ze zijn gewoon prima gebakken. Ze zijn niet eens aangebrand. Ze zijn niet half brouw dat we straks allemaal een vergiftiging oplopen. Ze hebben dat best wel heel erg goed gedaan, eigenlijk. Dus ik dacht, als ik ze nou wat nieuwe dingen leer, dan nou, van de volgende week of zo, dan hoef ik misschien zelf de keuken niet meer in. Dat zou wel lekker zijn. Dus wij gaan lekker genieten van een gebakken eitje met spek.